Dat zie je zeker terug, met name bij de heren die gescoord hebben tegen Willem II. Bijvoorbeeld Matthias Gert. Hij scoorde al na 2 minuten. Staat derde in de Speler van de Week-klassement met een 7,2. Op nummer 2 Michiel Kramer. Hij scoort een 7,8 na een fenomenaal doelpunt. Hij ook nog altijd de leider in het klassement. En de Speler van de Week is Roland Alberg. Benutte een penalty waardoor ADO met 3-2 wist te winnen van Willem II. Hij scoort een 7,9. Kijken we ook nog even naar de stand van de ADO-speler van de week. Daar gaat Kramer aan kop. Hij een 6,5, heeft iets meer dan Martin Hansen. En is wat mij betreft ook de terechte leider in het klassement. Wil je de volgende keer op mij stemmen? Stem dan hier. Komt er? Stem dan hier.